Welkom. Je luistert naar Limor Radio, het podcastkanaal van Limor, de landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie. Met in deze aflevering het thema noodsprongen. Welkom bij de derde podcast over noodsprongen. Leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Melanie Schmid over Housing First. Melanie is manager van Housing First bij Limor en werkt inmiddels al 12,5 jaar bij Limor. Fijn dat je er bent, Melanie. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Ja, leuk dat je er bent. En hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ik vind het wel wat spannend, een podcast opnemen. Maar ik heb er wel heel veel zin in, want ik vertel altijd heel graag over Housing First. Ja, snap ik. Het is natuurlijk ook allemaal nieuw, een podcast. En een mooi thema ook, hè? Noodsprongen en Housing First. Kun je ook vertellen wat Housing First eigenlijk is? Ja, Housing First wil eigenlijk zeggen dat je begint met een woning. Dus mensen raken dakloos en zijn gewend om vanuit de traditionele hulpverlening het woonladdermodel te moeten beklimmen om aan te tonen dat ze een woning verdienen of dat ze er klaar voor zijn. En Housing First zet dat eigenlijk helemaal op zijn kop en die zegt huisvesting is een mensenrecht en daar begint je herstel. Dus we beginnen met een woning. Zo, dat is nogal wat. Ja. En voor wie is dat bedoeld dan, zo'n Housing First? Mensen die te maken hebben met lange periodes van dakloosheid of herhaaldelijke periodes van dakloosheid. En wat we ook wel vaak zien is dat mensen vaak een dubbele diagnose hebben. Dus er is vaak sprake van verslaving en of psychiatrische problematiek. Ah zo, oké. En je werkt natuurlijk al een tijdje bij Limor. En hoe is dat idee ontstaan om dat bij Limor te gaan doen? Ja, we doen het inmiddels in verschillende regio's en steden. Maar het is ooit begonnen bij Limor, althans in Den Haag. En dat was eigenlijk omdat er een groep daklozen was in Den Haag die moeilijk van de straat te krijgen waren. En er was wel eens gehoord van van Housing First in New York. En dat dus een goede methode zou zijn. En eigenlijk heeft toen de gemeente Den Haag dat vooral aangejaagd dat wij dat gingen oppakken. En gelukkig hebben ze ons als Limor daarvoor benaderd. En vervolgens hebben wij het in ons hart gesloten en zijn we dat overal gaan opstarten. Ja, je zegt het is begonnen in Den Haag. Is het nou ook helemaal landelijk of niet overal? Nou, er zijn zo'n, van wat we weten, zo'n 22 praktijken in Nederland. Mogelijk zijn er nog iets meer, maar wij hebben een landelijk platform en daar zijn ongeveer 22 praktijken bij aangesloten. Limor zelf doet Housing First in Friesland, Groningen, Overijssel en Zuid-Holland. Aha, en jij bent manager van Housing First. En wat stuur je dan precies aan? Sowieso heb ik dus een team in Den Haag voor volwassenen. En we hebben ook recentelijk Housing First Jongeren gestart. En wat ik komend jaar ook ga doen is kijken hoe we landelijk Housing First kunnen gaan opschalen. Hoe we het kunnen gaan doorontwikkelen en beter kunnen profileren. In de hoop dat er meer gemeentes in Nederland zullen zijn die met Housing First aan de slag zullen willen. En ook binnen en buiten de organisatie goed aan te geven wat Housing First nou eigenlijk is. Ja, je zegt je wil het beter profileren. Ja. Wat zorgt ervoor dat dat nu nog niet zo goed lukt? Nou, ik denk dat het niet per se niet goed lukt. Maar ik denk dat we nu gewoon echt de tijd ervoor hebben uitgetrokken om daar even een goede inzet op te plegen. Dus ik denk dat, kijk, als manager heb je vaak ook niet de handen vrij, want er is veel aan de hand. Het team heeft daarin ook het een en ander nodig. Dus je hebt niet altijd de handen vrij om ook veel aan de slag te gaan. Om overal langs te gaan en het verhaal van Housing First te vertellen. Nee, precies. Dus het is eigenlijk meer dat wij nu gewoon dit hebben geprioriteerd. Als zijnde van dit vinden wij belangrijk. We willen graag dat Housing First groeit. En we willen graag dat zoveel mogelijk mensen ervan weten. Ja. En nu is het zo, bij Limor hebben ze een filosofie. Hè? Opvangen, aanpakken en loslaten. Ja. Hoe past dit in één geheel met Housing First samen? Ja, eigenlijk is dat ook in de notendop wat Housing First is. Dus opvangen doen wij op een geheel eigenzinnige manier door te zeggen we starten met dat huis. En vervolgens pakken we aan op verschillende manieren. Het is vaak wel een lange weg. We beginnen heel erg met de basis. En de basis is in onze mening de relatie. Dus daar investeren we heel veel op. Dat er vertrouwen komt. Dat je elkaar goed leert kennen. En ook de basis in de zin van praktisch. Dus het huis moet ingericht, er moet inkomen aangevraagd worden, allerlei voorzieningen. En sowieso moet je weer een huishouden gaan runnen na een lange periode van dakloosheid. Mensen hebben vaak ook even een periode nodig om te acclimatiseren. En daarna zien wij vaak dat vanuit die relatie en vanuit dat vertrouwen, daar van alles gaat groeien.
Dus Housing First is niet heel resultaatgericht van nou, dit en dit moet bereikt zijn binnen zo en zoveel tijd. Maar wij zien eigenlijk dat vanuit die relatie en vanuit het uitstralen dat je geloof hebt in iemand en dat je ook gelooft in dat er een betere toekomst mogelijk is, gaan mensen ook weer geloven in zichzelf. En groeit er, nou ja, als vanzelf is natuurlijk niet waar, maar als het ware als vanzelf gaan er dan een en ander groeien en komen er dus resultaten. Ah, ja, want dat was eigenlijk een beetje mijn volgende vraag ook. Van wat zijn nou de echte concrete resultaten van Housing First? Je ziet sowieso dat mensen duurzaam wonen. Dus na verloop van tijd, 2 tot 5 jaar, zie je dat mensen nog steeds gehuisvest zijn. Dat is vaak wel een prestatie, want we zien heel veel herhaaldelijke dakloosheid. Nou, dat wordt hiermee beëindigd. Je ziet dat mensen na verloop van tijd soms te motiveren zijn voor behandeling. Of dat in ieder geval het gebruik bijvoorbeeld stabiliseert. Je ziet ook op andere terreinen dat er groei komt. Er zijn ook terreinen die wat taaier zijn. Sociale integratie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is nog best een klus gebleken om deelname aan de maatschappij en het herstellen van relaties of het opbouwen van relaties voor elkaar te krijgen. Dat is iets wat een wat langere tijd en wat meer inzet vraagt. Ja. Maar op financiële stabiliteit en stabiliteit van wonen behalen we wel grote resultaten. Mooi, ja. Ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat er mensen zijn die naar deze podcast luisteren, die denken van ja, lekker makkelijk, dan is er weer zo'n cliënt die ergens trambalans schopt en dan er komen weer een paar hulpverleners aan die dan de boel gaan fixen. En dan krijgt die meneer zomaar een huis of die mevrouw en dat gaat allemaal zo makkelijk. Is het ook zo of hoe werkt zoiets? Nee, absoluut niet. Mensen hebben het vaak verre van makkelijk gehad. De geschiedenis die iemand heeft om op dit punt te komen is vaak al heel erg lang. En ook helaas is het niet zo makkelijk om bij die woning te komen. Dit gaat vaak om mensen die al allerlei vormen van hulpverlening hebben gehad. En daar eigenlijk aan afspraken of regels moesten voldoen waaraan ze niet konden voldoen vanuit hun problematiek. En daardoor van plek naar plek werden gestuurd. En bij ons krijgen ze de kans om tot rust te komen en weer vanuit zichzelf kunnen zeggen van wat is nou voor jou de manier om echt een stap verder te komen. Mm-hmm. Mensen hebben allerlei hordes moeten nemen, allerlei noodsprongen moeten doen om uiteindelijk bij Housing First te belanden. Wij zouden heel graag zien dat Housing First het antwoord op dakloosheid is. Maar nu, als je ziet in Nederland hoe het wordt gedaan, zijn het vaak die mensen die dus nergens anders terecht kunnen en in alle andere vormen van hulpverlening ook niet goed tot hun recht komen. Nee, oké, okay, dat is dat. Je maakt je punt, dat is duidelijk. Ja? Oké, okay. Goed zo. En hoe zit het Europees gezien? Hè? Want ik heb ook een beetje ingelezen over dit thema, want Housing First is een Amerikaans model. Ja. Maar het is nu ook in Europa in opkomst, hè? Ja, eigenlijk wereldwijd zie je dat er praktijken worden opgestart. Maar in Europa ook zeker. Zelf neem ik ook deel aan de Housing First Europe Hub. Vanuit Limor. Limor is partner geworden, of associate zoals ze dat noemen. Mm. En ik ben daarvoor aanspreekpunt en ik maak ook deel uit van hun trainersteam. En op die manier krijg je dus ook wat meer een blik op hoe het zich in Europa tot elkaar verhoudt. En ook eigenlijk is het doel om gezamenlijk te zorgen dat we Housing First beter kunnen opschalen en meer impact kunnen gaan creëren. En hoe staat Nederland ervoor? Nou, Nederland, er zijn verschillen tussen de landen. Er zijn bijvoorbeeld Scandinavische landen waarbij het een nationale aanpak is. Dus dat is de leidende aanpak op het gebied van dakloosheid. Finland is daar altijd exemplarisch voor. Die wordt ook vaak aangehaald. En met onderwijs ook trouwens. Ja, ja. Ja. Sowieso, Scandinavië doet veel dingen goed. Ja, zeker. Maar zij worden ook vaak aangehaald omdat zij hun dakloosheid bijna gereduceerd hebben tot nul. Door eigenlijk de Housing First aanpak leidend te maken. Dus er zijn veel goede voorbeelden in Europa. Ook landen die nog niet zijn begonnen of die er nog niet zo goed mee kunnen komen. Ook omdat de sociale voorzieningen bijvoorbeeld in sommige landen minder goed geregeld zijn. Kijk, mm-hmm. Nederland kan je wel zeggen, de sociale voorzieningen die we hebben, die bieden wel een basis om dit te doen. Ja. Daar is ook nog veel te verbeteren. Maar ja, wij als Nederland zijnde, als welvarend land, kunnen we dit gewoon mogelijk maken. Dus ja, dat is zeggen, het goede nieuws. Precies, want is dat staan we er ver van af om dat landelijk te integreren? Of werkt dat niet zo? Nou, je merkt nu dat dat dus gemeente voor gemeente is. Dat er vaak zorgaanbieders zijn die het initiatief oppakken. Of dat er gemeentes zijn die zeggen wij willen hiermee werken. Maar het is nog wel heel lokaal. Dus het staat je ook vrij om het niet te doen. Dus ik denk zelf dat het wel goed zou zijn om een meer nationale beweging daarin te vinden.
of van onderaf, vanuit al die afzonderlijke gemeentes, het op te starten. Daar ga ik me in ieder geval hard voor maken. Dat ik eigenlijk iedereen enthousiasmeer om het eens te proberen. Ja, ik wil even terug naar de cliënt die centraal staat. Hè. Kun je iets vertellen over welke sprongen cliënten hebben gemaakt om uit een noodsituatie te komen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik denk dat Housing First op zich al een noodsprong is. Dat wij dat eigenlijk hebben ingezet omdat er dus iets ergs is gebeurd. Iemand is dakloos geraakt en iemand heeft het dus niet kunnen redden met alles wat er al is opgetuigd. En Housing First is dan de aangewezen plek geworden en dat is al een noodinterventie. Dus ik denk dat dat al een noodsprong is. Als je het hebt over welke sprongen kunnen mensen op een gegeven moment maken, dan zien we wel dat vaak is het vertrouwen enorm geschonden. En je ziet na verloop van tijd dat iemand weer het vertrouwen in zichzelf hervindt, maar ook in anderen, dus middels bijvoorbeeld de relatie die hij heeft met zijn begeleiders. Mm-hmm. En ook dat iemand toch weer wat gaat vertrouwen in het leven. En dat je ziet dat mensen weer geloven dat er verandering mogelijk is en wat meer hun eigen weg weer gaan kiezen en wat meer gezondere keuzes gaan maken. Dus dan gaan die sprongen echt komen. Dat je ziet dat iemand zijn welbevinden gewoon op veel terreinen gaat verbeteren. Maar dat is wel iets waar je vaak tegenaan loopt. Dat mensen zo ontgoocheld zijn als het ware. Niet meer geloven in een ander perspectief. Dat ervoor zorgt dat ze niet verder komen. Dus ja. is dat even de samenvatting zo? Ja, en ook dat mensen op een gegeven moment zelf ook gaan geloven dat ze er niet meer bij horen. En dat ze er niet meer toe doen. Ja. En dat het niemand wat kan schelen. En op het moment dat iemand dan in een gewoon huis belandt en weer gewoon buurman is en burger is, en dan ga je je weer mens voelen. Dat is wat ik heel vaak terughoor ook van onze deelnemers. Van Housing First heeft mij weer mens laten voelen. Ah, mooi. En laat ik het daarbij houden. Ja, heel goed antwoord trouwens, hoor. Wat ik me ook even afvroeg, hè, wat is Housing First ook voor alle leeftijden of is het er een limiet aan ergens? In principe is er geen limiet, maar we hebben wel inmiddels twee varianten Housing First. We hebben Housing First jongeren en we hebben Housing First volwassenen. Waarbij Housing First jongeren voor de leeftijdsgroep 16 tot en met 23 is. En voor volwassenen 23 en daarboven. Ah, oké. Dus mooi breed gedragen. Ja. Ja, goed om te weten. We gaan er snel doorheen, Melanie. Ik ben ook wel benieuwd wat uiteindelijk jullie ambitie is met de inzet van Housing First. Wat wij graag willen is dat het nationaal de leidende aanpak wordt op het gebied van dakloosheid. En tevens is de houding van begeleiders als heel succesvol gebleken bij Housing First. En ik zou graag willen kijken hoe we dat ook kunnen integreren in andere vormen van begeleiding. Zowel binnen als buiten de organisatie. Ah, oké. Dat is een complete plaatje. Yes. Ja. Mooi. Ja. Melanie, dank voor het gesprek. Ja, jij ook bedankt. Oké, zeker. Tot de volgende keer bij Limor Radio. Limor. Opvangen, aanpakken, loslaten.